allemaal en welkom bij een nieuwe peanut video. In het Nederlands dit keer, want er is wat leuks gebeurd. Alweer, ach, het is altijd spannend in het leven van peanut. Nou ja, in ieder geval, ik heb een cool pakketje gekregen van een winkel, een nieuwe winkel, een soort van. En die heet The Flipped Table. Link staat in de descriptie. Maar hij heeft contact met mij opgenomen en gevraagd of ik een video voor hem wilde maken. Dus dat is al heel erg vet. En hij zei, ik heb een pakketje samengesteld met allerlei sleeves, volgens mij. Ik weet niet wat er nog meer in zit, misschien extra's, I don't know. En die gaan we vandaag gewoon even lekker openen en even kijken wat voor kwaliteit hij allemaal heeft te bieden. Oké, deze zijn voor een andere video. Die heb ik namelijk ook. Die wil ik ook nog wel een keertje openen. Deze ook, fucking vet. Maar daarvoor zijn we hier niet. Hoppatee. We zijn voor dit coole pakketje. Ik pak even een mes. Oké, ik kon mijn mesje niet vinden, dus hij is een beetje gescavenged. Maar er zit een briefje bij, dus dat is mooi. Oh. Pinda's! Dat is wel goed. Even kijken. Hier is een leuk briefje, ik zal hem even voorlezen. Beste Peanut en natuurlijk alle kijkers. Nou, kijk eens aan. We zagen dat je in je filmpje zoveel boosters en boosterboxen hebt rond. De kaarten wil je natuurlijk goed beschermen, maar welke kaarthoesjes moet je daar nu voor gebruiken? Inderdaad. Daarom ontvang je hier maar een testpakket met verschillende types sleeves die op dit moment op de markt zijn om te testen op je YouTube kanaal. Yay! We hebben verschillende dingen. Ultra Pro Normal, Ultra Pro Mat, Ultra Pro Eclipse. Oeh, die zijn cool, want die zijn vrij nieuw. Die heb ik nog niet. KMC Super, KMC Mat, Dragon Shield Normal, Dragon Shield Mat. En de kleurtjes zullen we straks even gaan kijken. Kaarthoesjes met de achterkant. Sorry. Zoals je ziet zijn er zatmerken, varianten. Allemaal voor- en nadelen, denk je prijs, dat soort dingen. Ja, wij van de Flip Table zijn erg benieuwd welke jij en je kijkers het beste vinden. Nou, dus dat is mooi. Onthoud dat. Deze wordt voor mijn fanmailwand. Nou, dit is natuurlijk niet nodig, hè? Nee, het is leuk, dankjewel. Lekker. En hier nog een dingetje, je ziet het. Speel je Magic? Zekers. Ga dan hier naartoe. Ik zal hem even zo voor de camera houden. Cool. Nou, eens even zien. Ik heb zelf ook heel veel verschillende soorten sleeves gebruikt. En ik weet nog niet zo zeker welke ik zelf het prettigst vind. Of nou ja, eigenlijk wel stiekem. Aan de ene kant. Ik gebruik meestal Dragon Shield. Dat zijn deze. Meestal de normale, niet de matte. Maar we zullen ze eens even openen. Want er zitten nog wel verschilletjes in. Voornamelijk, deze zijn wel heel erg stevig, vind ik. Dus je kan er echt lang mee doen. Maar ze worden wel vrij snel vies. Er komen van die zwarte soort van stipjes op. En dat is niet zo. Maar ze zijn wel echt ijzersterk. Nou, hier kan je het zien. Je hebt er altijd ook wat extra in de doos. Dus als je er eentje stuk maakt of zo, dan heb je er altijd nog eentje extra. Ik heb hier mijn testkaarten. Heb ik even bijgehaald. Die gaan we nog even inschuiven. Ja. Yeah. Want ze zijn makkelijk erin te doen. Nou ja, zoals je ziet, het ziet er gewoon prima uit. Maar dat viezige, dat kan misschien wel een negatief dingetje worden. Dus daar kan je over nadenken. En die matten, waar zijn die? Oh, die heb ik hier. Die hebben dat dus iets minder. Die zijn ook wat minder snel vet. Omdat je met je vieze vingers eraan zit natuurlijk. En hier zie je dat iets minder goed. Nou, hopelijk kan je dat ook zien op de video. Dit zijn gele sleeves. Die zijn wel echt super geel. Maar ik kan het je wel laten zien. Misschien zie je het een beetje in het licht. Er zit wat meer grip op, zeg maar. En hier is het gewoon... hoe zeg je dat? Clear. Glad. En deze hebben dat dus niet. En op zich schuffelt dat wel lekker. Nou, laten we deze Wooded Best in even pakken. Schuif hem er even in. Zo, heb hij. Nou, zit prima. En qua schudden is dat, vind ik, best wel fijn. Want deze, als ze eenmaal vies zijn, plakken ze nogal een beetje aan elkaar. Dus tot nu toe vind ik deze erg fijn. Nou, die gaan even aan de kant. Weg. Dan hebben we dus, even kijken, die Ultra Pro dingen. Nou ja, dit zijn gewoon de normale Ultra Pro sleeves. Die hoef ik niet te openen, want ik denk dat de meeste mensen deze gewoon kopen. Zijn niet zo duur. Dat is makkelijk. Meestal betaal je, wat is het, 2,50 per 50. Dus dit zal wel, dit zijn er 100, dus het zal wel iets van 5, 6 euro zijn. Niet heel verkeerd. De matten zijn daarentegen weer wel wat chiller. Deze zijn ook van Ultra Pro. Ik heb niet zo heel veel matten van deze uitgeprobeerd, denk ik. Of misschien onbewust. Maar het principe is een beetje hetzelfde, net zoals met die Dragon Shields. Deze zijn dus
achterkant ook wat matter, maar het nadeel is dat de voorkant ook mat is. Dus als je er nou een kaart in doet, bijvoorbeeld deze fantastische Platinum Angel, waar nog een tight fit sleeve omheen zit, recht mij. Kijk, dan, ja, ik weet niet of je het kan zien, ik denk het wel. Zie je dat het gewoon wat matter is en dat kan misschien ten koste gaan van de kaart die erin zit. Want ja, deze is toch wel bedoeld om te shinen, hè? Maar goed, desalniettemin, het zijn denk ik gewoon dezelfde kwaliteit wat dat betreft. En ze hebben binnenkort, laatst, hebben ze dus deze Eclipse Sleeves geïntroduceerd. En die schijnen echt heel erg goed te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd hoe die aanvoelen. Ik heb er lovende berichten over gehoord. Dus deze leggen we even hier zo. Maar wel nice. Als je van mat houdt, dan moet je die zeker aanschaffen trouwens. Die hebben we gehad. Ja, hier zijn ze. Het schijnt dat deze... Nou, het staat er ook al een beetje bij. Smooth shuffling staat erop. En ze zijn over het algemeen wat sterker. En het leuke is dat het dus... De achterkant is de kleur van de sleeve. En de voorkant is dan een ander kleurtje. Terwijl bij deze is het zwart. Gewoon zoals je hier ziet. Dat is altijd zwart. Dat geldt ook voor de Dragon Shields overigens. Dus ik ben benieuwd. Laten we ze eens even gaan openen. Oeh, het ziet er wel best wel fancy uit. Komt een soort van rode gloed zo. Dat is wel best wel awesome. Nou, ze voelen wel stevig. Laten we eens even een kaart in doen. We doen deze wel weer even. Oké, ja. Zoals je ziet zijn ze wel, is het de voorkant ook nog een klein beetje mat. Maar iets minder dan die normale matten lijkt het. Ja. Nou ja, het ziet er wel goed uit op zich. Ja, zijn ze best wel stevig. Ik ga deze meteen uittesten. Dat waren er, wat waren dat er? 80 volgens mij. Dus daar kan ik een deck mee sleeven. Is niet verkeerd. Thanks. Die Eclipse ga ik zeker uittesten. Ze zijn vrij nieuw. Dus veel mensen kennen ze nog niet misschien. Maar onthoud die dus. Deze ben ik ook bekend mee, KMC. Die waren op een gegeven moment heel erg populair, want ze waren net wat beter dan die Ultra Pro Sleeves, omdat ze iets minder stuk gingen en wat lekkerder schuffelden. Maar, I don't know, de keren dat ik ze heb gehad, vond ik ze eigenlijk niet zo. Want, laten we deze nemen. Dit zijn gewoon de Super Sleeves. Dus niet mat. Oh, ze zitten vastgeplakt. Het nadeel is dat deze ook heel snel vies worden. Vooral die zwarte. Die waren gewoon niet mat, maar gewoon zwart. Zoals deze. Deze zijn ook shiny, zoals je ziet. Dus ze worden heel gauw ook weer vies. En dat vind ik echt jammer, want op een gegeven moment is het echt zo, wordt je dek echt zo'n baksteen. Ik weet niet of jullie dat misschien kennen, maar dan is het zo vies dat het gewoon bij elkaar plakt bijna. En op zich is dat heel normaal natuurlijk, want je schuffelt veel en je speelt er veel mee. Maar ja, ik vond ze qua durability niet zo. Ze hebben wel leuke kleurtjes, net even een andere toon dan die Ultra Pro. Dus ja, als je dat heel graag wil, dan moet je voor deze gaan. Laten we nog even een kaartje in doen. Deze fantastische... Nee, laten we dat niet doen. We doen deze wel gewoon nog een keertje. Want ze glijden wel lekker. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ze glijden er wel lekker in. Nice. Ze zien er ook wel tof uit, maar ja, zoals je ziet, ze zijn een beetje open. Dus ze zijn wat losser. Maar ja, gelukkig heb je ook de matte sleeves. Die ga ik ook nog eventjes openen. Want die voelen dan ook weer net even anders aan. Oh man, die verpakkingen. En uit mijn hoofd waren deze ook niet heel erg duur. Nou... En dat is toch wel een dingetje. Want die Dragon Shields bijvoorbeeld, die zijn wel iets duurder. Daar betaal je er volgens mij voor ruim 8 euro voor. En deze zijn volgens mij 7 of 6 of zo. Maar goed, het verschilt misschien ook per winkel. Je kan even kijken op de Fliptable site natuurlijk, hoeveel ze daar staan. Eens even kijken. Oké. Okay. Ja, deze voorkant is ook natuurlijk gewoon glad. En de achterkant heeft weer dat... Relief. Deze zijn volgens mij de laatste die ik zelf heb gebruikt voor mijn draft kit. Ik heb altijd zo'n draft kitje, zodat ik die kan meenemen. Dan kan ik daarmee draften. En dat zijn deze ook, volgens mij. Maar die zijn dus nu echt wel heel erg vies aan het worden. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb hier mijn draft kit, maar volgens mij zijn het wel Dragon Shields.
Ik heb namelijk nog die bakjes staan. Maar zoals je ziet, die soort van spikkels. Ja, ik heb, ze zijn echt heel vies. Dus ik gebruik ze heel vaak. Maar al die spikkels is gewoon vuil. En dat is de matte Dragon Shield sleeves. Dus dan weet ik niet of deze dat ook doen. Maar ja, ze voelen wel soortgelijk. En ze hebben natuurlijk hetzelfde vormpje. Dus op zich, ja. Ik ga ze maar een keertje uitproberen, denk ik. Voor nu ga ik, denk ik, als ik zou moeten kiezen voor de nieuwe Eclipse sleeves. Omdat ik die nog niet echt ken. En ze zien er erg fancy uit. Ik vind dit, dit ziet er wel erg gaaf uit. Ik denk dat je hier heel veel mooie designs van kan krijgen. En ja, ik zou als ik zeg maar ergens opnieuw begin bij een Grand Prix of whatever, dan zou ik denk ik die Eclipse sleeves pakken. Maar ja, de Dragon Shields zijn toch een van mijn favorieten, want ze zijn gewoon heel erg stevig. Ik heb namelijk nog een setje van die sleeves, die heb ik echt 6 jaar geleden gekocht. Die zijn nu wel heel erg dof en zo, maar ze zijn nog steeds intact. En ja, dat is wel echt kwaliteit. Dat was het voor dit coole pakketje met sleeves. De flip table, ik laat het nog een keertje zien. Specialiseert zich voornamelijk in accessoires. Kijk even op de site als je denkt van, hey, die Eclipse sleeves, die wil ik. Of misschien hebben ze wel hele andere kleurtjes die jij niet in de winkel hebt liggen. Overigens wil ik deze ook weggeven, want ik heb wel heel veel Ultra Pro sleeves en die andere wil ik even uittesten. Dus deze ga ik waarschijnlijk niet echt aanraken, maar misschien dat jij ze wel wil. Dus laat even een comment beneden achter en waarom jij deze sleeves wil. Moet ik het eventjes off the top of my head bedenken, maar als jij een leuke reden hebt, stuur ik ze naar je op. Ik laat een berichtje achter ook als ik ze eenmaal weggeef. Oké, flip table, super top. Thanks. Hopelijk ben je tevreden over mijn video. Want ja, ik doe ook maar wat. Nee, maar het is wel leuk. Ik vind het echt heel vet. En die Eclipse sleeves ben ik echt heel erg blij mee. Want dat is de eerste keer dat ik ze echt zie. En ik ga ze zeker goed uittesten. Die andere natuurlijk ook. Maar ik vind het heel erg leuk dat je me hebt gecontacteerd. En ja, hopelijk kan ik je misschien nog meer helpen later met reviews. I don't know. Laat het maar weten. Voor iedereen die deze video heeft gekeken, laat eens een comment achter als je de sleeves wil winnen. Neem een kijkje op de site van Fliptable. Wie weet zit er wat tussen voor je. En dan ga ik door naar de volgende video's. Want ik moet deze set allemaal openen gewoon. Ook wel vet. Maar goed, dat doe ik denk ik weer gewoon in het Engels. I don't know. Ik doe wel wat zoals ik al zei. Dus... in ieder geval tot de volgende keer. Lieve like, lieve comment. Hoeft niet, maar het zou wel leuk zijn. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later!